Er was echt behoefte aan een nieuw kazernetenu, gewoon fijn zittend in het dagelijks werk. Nou, sowieso wat je kan zien qua uitstraling vind ik het al zeer goed poren, zoals we dat in het Amsterdamse zeggen. Zeker met het ouderwetse blauwe blouse die nogal wijd zat en de wijde broek. Dus dat vind ik al een hele vooruitgang. En we moeten eerlijk zijn, de huidige kledingset zag er eigenlijk ook niet meer uit. Het was wel nodig dat er iets nieuws kwam. Zeker als we hierin ook nog dingen uit de praktijk uit gaan voeren, dus de lichtere incidenten, daar is het helemaal goed voor geschikt, want het zit gewoon goed en het is echt een stukje meegaan met de moderne tijd. Ja. Eerst heb ik een aantal avatars gemaakt op basis van het onderzoek wat TNO heeft gedaan en de mensmaten die we daar bepaald hebben voor de brandweermensen. Die avatars die hebben we in een 3D-systeem nagebouwd, zodat we die kunnen gebruiken om het patroon op aan te passen. Daarna maken we een patroon en dan passen we dat per maat, pas ik dat aan op die avatar. Dan kijken we, zit het zo goed of moeten we er nog wat aan doen? Hebben we wat meer lengte nodig? Hebben we wat meer breedte nodig? En op die manier komt dat per maat eigenlijk tot stand. Dus we proberen het verschil tussen de maten zo te maken dat er voor iedereen iets bij zit. En ook om goed te luisteren naar wat mensen willen en wat ze vinden. Daar zijn er ook verschillende draagproeven geweest. En dan hebben we ook gekeken van nou, hoe valt het nou en wat kunnen ze ermee? Dus we hebben daar aan alle kanten naar gekeken, ja zeker. Het hydrateert goed, dus het is niet dat je verschrikkelijk zweet. Het wordt soort opgevangen, lijkt het. Dus dat is ook wel fijn. En voor de rest ja, vrij comfortabel, dus goed te spreken. Zeer tevreden. Ja, wat ik zeg, hele vooruitgang als je naar mijn mening vraagt. Ja, het is ook wel fijn dat we straks eenheid van de tenue hebben in heel brandweer Nederland. En dan stralen we ook samenhorigheid uit en één team. Zouden we wat bloemetjes ook kunnen borduren. Maar het is, tot nu toe is het goed.